van ruim 209 leerbedrijven die genomineerd zijn voor de prijs Beste Leerbedrijf, zijn we via een tocht van 120 bedrijven die daadwerkelijk de strijd zijn aangegaan, naar een top 10 gegaan. En die wedstrijd Beste Leerbedrijf die is in het leven geroepen door de horecabranche om te benadrukken hoe belangrijk opleiden in de praktijk is. Hoe belangrijk de BBL-opleidingen zijn, hoe belangrijk de stages zijn en vooral hoe belangrijk onze leerlingen en leermeesters zijn. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar deze lange reis, wat het nou uiteindelijk is geworden. Maar gewoon gezonde spanning en we hebben er heel veel zin in. Ja, geldt voor mij ook. Ik voel de spanning in mijn buik. We hebben vorig jaar meegedaan en toen kregen we een heel mooi aanbevelingrapport. En daar hebben we ook echt wel wat aan gehad en van kunnen leren. En al die dingen die we hebben geleerd, die hebben we nu weer in de praktijk gebracht. Dus dat geeft ons wel wat meer zelfvertrouwen om hopelijk nu dan te kunnen winnen. Het is een strijd der giganten geweest. Die top 3, die top 10 was al adembenemend mooi. Die bracht ons in alle uithoeken, Zutphen, naar het noorden, naar het westen, overal zijn we geweest. Om uiteindelijk bij een top 3 uit te komen. Concurrentie is mooi, het zijn mooie bedrijven. We hebben ze onderzocht, ze leveren ook mooie prestaties. Maar ja, we zijn er gewoon van overtuigd dat wij de beste zijn. Ja, Van der Valk en Okura zijn natuurlijk bekende bedrijven in Nederland. En ze zorgen er ook voor dat wij telkens beter worden. En dus dat is ook dankzij hun. Alleen ja, zoals Kieter zegt, we hebben er wel vertrouwen in. Wij gaan over naar de publieksprijs. En het publiek kon stemmen de afgelopen weken. De prijs is niet in Duitsland gevallen, maar wel in Sassenheim Leiden. Winnaar van de publieksprijs 2018-19. Hebben jullie misschien nog een tip voor leerbedrijven die volgend jaar willen meedoen? Gewoon heel veel plezier hebben wat je doet. En het horecavak echt weer enthousiast maken voor iedereen, voor jong en oud. Ja. Oké, dank jullie wel. We gaan naar een echte weg. Er staan drie fantastische bedrijven hier op het podium. Het was echt ontzettend spannend. Winnaar, Beste Leerbedrijf Horeca 2018-2019. Van der Valk, Sassenheim, Leiden. Nou, gefeliciteerd dames met Beste Leerbedrijf Horeca 2018-2019. Wat gaat er door jullie heen op dit moment? Ja, we zijn natuurlijk heel erg blij en trots vooral dat we gewonnen hebben. Twee prijzen, echt te gek, echt waanzinnig. Wat niet verwacht, echt niet verwacht. We hadden een hele goede concurrenten, Okura en Euromast. En daar staan we naast. Dus dit is echt een waardering voor alles wat we hebben gedaan en doen voor het opleiden van mensen. En het is fijn dat de waardering ook nu erkend wordt landelijk. Ja, super.